was niet te missen in Medemblik. Op 12 locaties waren honderden voertuigen te zien en nog eens een veelvoud aan soldaten. Met als absoluut hoogtepunt het nabootsen van een strandlanding, waarbij de Duitsers door de geallieerden van het strand werden verdreven. Wat je op films op een gegeven moment ziet, hoe eigenlijk de oorlog ontstaan is. En hoe de Normandie op een gegeven moment het land is drokken, wordt hier een beetje nagebootst, kleinschalig dan. Maar ik vind het geweldig. Leuk. Wat is er leuk aan? Nou, dat ze allemaal schieten. Wat vond je ervan? Wel spannend. Ja? Wat was er zo spannend aan? Nou, dat mensen werden neergeknald. Waarom ben je hier? Omdat ik van het leger hou. Wat vind je daar zo leuk aan? Ik hou heel erg van die geweren. Toch is het Medemblik uiteindelijk ook te doen om met dit evenement de oorlogsveteranen in het zonnetje te zetten. Burgemeester Frank Streng legde daarom bloemen namens de gemeente bij het monument dat herinnert aan 3 verzetstrijders. Volgens hem sneeuwt de boodschap niet onder door het spektakel in de stad. Nee, in mijn optiek niet, want de mensen begrijpen heel goed waar wij voor staan en wat we belangrijk vinden. En dat is een tolerante samenleving waar u en ik zich veilig voelen. En dat kan dit jongetje ook weer. Want na de overwinning van de geallieerden kan hij gewoon weer rustig spelen.